De Staatsoliemaatschappij Suriname NV wil de productie op lange termijn garanderen. De huidige verbeterde initiatieven garanderen deze voor de komende 10 jaar. Hoe zij dit voor elkaar willen krijgen en om uitleg te geven over alle processen binnen het bedrijf, heeft de maatschappij gemeend journalisten uit te nodigen om dit van dichtbij mee te maken. Ook onze redactie was aanwezig en maakte het volgende verslag. We staan nu te Saramaka bij Staatsolie en we staan bij de post die ze noemen Tamanregio Noordwest. En het is ook een van de posten die de olieproductie in Suriname zal helpen garanderen. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Pansa breng ik u dit verslag. We hebben twee typen bronnen. We hebben de verticale bronnen en de horizontale bronnen. En deze is een horizontale bron. Het verschil is dat, heel simpel uitgelegd, bij de verticale wel heb je een kleine oppervlakte in je reservoir. Bij die horizontale wel heb je een veel grotere oppervlakte, daardoor kun je dus meer olie halen. Wat hij nu doet, hij neemt een sample voor jullie om te zien hoe die bron produceert. Natuurlijk zijn er heel wat uitdagingen. Elke operatie is natuurlijk anders, maar die uitdagingen zijn er. En met het team wordt het dagelijks aangewerkt om aan de specificaties te voldoen. Onderweg naar Tamanregio Veld Noordwest werden verschillende productieprocessen uitgelegd, vanaf het winnen van olie tot het eindproduct aardolie. Bijzonder was de uitleg over het gebruik van verticale putten in plaats van de horizontale putten. Staatsolie waarborgt productiviteit door het uitvoeren van projecten in verschillende gebieden ter versterking van hun algemene missie om olieproductie te blijven garanderen. Deze strategie draagt niet alleen bij aan intensievere productie, maar versterkt ook de veerkracht en duurzaamheid van Staatsolie's operatie en bevordert de ontwikkeling van diverse gemeenschappen, zegt upstream directeur Rika Bisumbar tijdens de tussenstop op de werkpost Staatsolie Saramaka. Alles wat we uit de grond halen, de totale vloeiproductie die we uit de grond halen is 130.000 of 160.000 barrels vloeit per dag. En 1 barrel is 159 liter. Dus er wordt heel veel uit de grond gehaald en dan wordt het op de treatment plant gescheiden. Want er komt wat water, wat gas en wat fijn solids, wat materiaal dat ook weer apart gescheiden moet worden voordat je die olie kan doorsturen. De journalisten kregen ook de gelegenheid om vanaf het Kopenhagen Natuurreservaat de verschillende werkzaamheden van dichtbij mee te maken. Het observeren vanaf het water gaf wellicht een uniek perspectief over de productieprocessen. We behandelen de olie voordat het naar de refinery gestuurd kan worden. Je moet begrijpen wat de olie inhoudt is als het uit het veld wordt geproduceerd. Dan is het nog niet gereed om naar de refinery te sturen. Het moet aan bepaalde specificaties voldoen. En met name water. Het mag niet meer dan 1% water hebben. Als het minder dan 1% water heeft, is het gereed. En dan versturen we het naar de, via een pipeline, een high pressure pipeline, naar de refinery. Dat kunnen jullie straks zien. Wat er hier gebeurt, ik zal het even procesmatig uitleggen. Dus vanuit de hoofdweg komt er met een buizenstelsel van 5 headers. De totale productievloed komt naar binnen. We praten nog niet over olie, maar over vloed. En dan moet je je voorstellen, voor elke eenheid olie komen er 9 eenheden water ook naar binnen. Dus ontzettend veel water komt met die olie mee naar boven uit het reservoir. En dan komt het hier binnen. Mag ik even zo draaien? Het komt hier binnen en waar het als eerste terecht komt zijn in deze grijze vaten. De zogenaamde flow splitters. Met de lopende projecten hoopt Staatsolie de gestelde doelen, met name het garanderen van productiereserves, te bereiken. Ook vandaag is een groep journalisten het veld in met Staatsolie. Tutlifo en Afobaka worden aangedaan. In onze komende nieuwsuitzending meer hierover.